We waren dus net bij de notaris. Ik ga nu dus een hele tour doen. Die weg moet geladen of moet gaan halen. Het enige ding is, hoe gaan we het wegkrijgen? Ik heb wel ontdekt dat het niet een hele goede klus is. Nou, ik heb een baan. Ik heb een camera aangezet. Weet je nog de laatste keer dat wij zo stonden te... Oh my god, we staan op onze eigen parkeerplaats. Ik ga nu naar binnen en H staat daar. Oké, we hebben de sleutel. Dat duurde denk ik 20 minuutjes. We vonden het weer kleiner dan op de foto's, maar dat hadden we vorige keer ook. Maar makelaars ook, als er meubels in staan, dan lijkt het op een of andere manier weer groter. Want bijvoorbeeld het eethoek is 3 meter, maar het voelt echt als 2. Maar goed, en er moet echt wel veel gedaan worden. We moeten eigenlijk bijna alle muren gaan aanpakken. En nou, heel erg filmen, dat ga ik natuurlijk allemaal nog filmen. En nu gaan we naar de notaris. Want we gaan tekenen en zo. En ook een samenlevingscontract opstellen. En ja. Oké, nou we waren dus net bij de notaris. We hebben eerst alles getekend. Fotootje gemaakt. En een hele leuke aardige man. We hadden... Nou ja, ik weet niet wat die man was en wat die vrouw. Maar degene met wie we contact hadden was een vrouw. Chill. En die kwam ook nog even bij hem te tekenen. Die was super aardig. Ik vond het ook heel grappig hoe ze over Zoetermeer praten. Zo van, waarom ga je vanuit Muiden naar Zoetermeer? Muiden is zoveel mooier. Maar dat vond ik wel grappig hoe ze daar reageerden. En we hebben vast over samenlevingscontract gepraat. En hij gaat een concept opstellen. En dan kunnen we die gaan goedkeuren. En dan nog komen tekenen binnenkort. En nu gaan we naar het huis. En een vriend van haar zei meteen van, oh, ik wil het zien. En ik kan al een uurtje komen helpen. Dus we gaan lekker meteen aan de slag. Maar eerst ga ik voor jullie het hele huis laten zien. Want jullie moeten natuurlijk even, en voor mezelf ook voor later, zien hoe het er eerst uitzag. Dus, en dan ga je ook best wel zien dat er veel kleine details echt lelijk zijn. En dat we dat allemaal gewoon super mooi gaan maken. Dus dat is wel heel leuk. Oké, ik ga nu dus een hele tour doen. Hier hebben we een achterdeur, we hebben ook een voordeur. Beneden is het best wel donker, want het is gewoon echt... Hier zit letterlijk in de wc en mijn kantoor. Dan is dit echt heel lelijk allemaal weer. Dit gaan we allemaal aanpakken. Nou, hier kom je dus binnen. Hier. Ik ga alles laten zien. Hier is de meterkast. Een soort van heel diep hol. Dan hebben we hier de wc. Die trouwens, vind ik best wel raar dat die daar open gaat. Ligt dat aan mij? En de wc vind ik zelf wel heel netjes. Is gewoon heel netjes. En ik vind het heel leuk dat je daar dan mooie dingetjes op kan zetten. Super hoge wc, by the way. Dat even wc-papier halen zo, maar de supermarkt zit echt heel dichtbij, dus dat is fijn. Dit zijn allemaal pakketten. Wat zouden we hier gaan zetten? Want ik denk dat je daar echt een super mooie vitrinekast moet zetten of zo met wijn en boeken of iets. We hebben hier nog een beetje hetzelfde als wat ik in mijn oude huis heb, best wel chill. Hier stond een wasmachine, maar die kan ook boven. Gewoon zo ruimte onder de trap. Nou, daar kan je echt wel veel kwijt. En dan is hier mijn kantoor. En dit is dus een van de redenen waarom we het huis heel chill vonden. En het gekke is dat het dus officieel net zo groot is als mijn oude woonkamer nu. Alleen er staat hier een wand. En ik twijfel nog heel erg of ik die weg moet gaan halen of moet gaan halen. Want... Hé, hey, er wordt al aangeklopt. Oh, de vriend van haar is er al. Oh, kan je via achterlopen? Hij is op slot. Kan je achterom, want hij is dicht en hij heeft de sleutel. Kijk, het maakt het wel wat kleiner, maar er is nu geen licht. Maar hier is een hele goede webshop voorraad dan, zeg maar. Hi. Hallo. Zo lief. Hey. Je mag toch altijd in de vlog? Ik was nog aan het vloggen. Zo aardig. We hebben bloemen gekregen. Zo lief, haast boven. Ik was even de tour door het huis aan het doen. Het is heel donker beneden. Ja, tuurlijk. Dan vlog ik even verder. Maar het is dus, daardoor is de ruimte veel kleiner. Dus ik denk dat ik die wand eruit wil. Ook al is het wel handig, want er staan hier perfecte kasten voor mijn webshop. Maar het maakt het zo krap hier. Wat denk jij, die wand erin of eruit? Ik denk eruit. Het is toch zonde? Hier is nog een hele kast. Ik hou het liever ruimte eruit. Dus ik denk dat die eruit gaat. Maar hier blijft de vloer dus wel liggen. En dan wil ik hier mijn eettafel mee naartoe nemen. Als een soort van bureau en een bank neerzetten. Ja, deze bank moet eruit. Ik vind dat echt zonde. En dan is dat al beneden. Nou, dit tapijt gaat er ook uit. Dit wordt allemaal geverfd. Want dat vinden we allemaal lelijk. En de hele vloer gaat er dus uit. Gaan we eerst even naar de bovenverdieping. Ja, veel te doen, hè? Dit is onze slaapkamer. En dan komt hier waarschijnlijk ons bed. Misschien hier een inbouwkast.
Dat is wel prijzig, maar het is wel een hele mooie ruimte voor een hele grote kast. Nou, op zich is het hier wel oké. Overloop. Hebben we hier een logeerkamer waarschijnlijk. Misschien nog kasten. En hier nog een slaapkamer. Dit gaat er waarschijnlijk ook af. Ik vind het heel lelijk. De badkamer is wel echt heel mooi. Heel blij mee. Geen bad, wat ik in eerste instantie super graag wilde, maar ik heb dat maar losgelaten. Lekker grote spiegel, 2 wasbakken. 2 van zulke lades. Ik heb alleen nu al de hele tijd een soort van stress dat ik denk, waar gaan we al onze spullen bewaren? Want hier kan je alleen maar je toiletspullen bewaren, geen handdoeken, dat past niet. Dus eigenlijk dacht ik, moeten we hier een spiegel... Weer iemand? Hebben we wel een bel? Oh. Als je daar een spiegelkast van maakt, ja, daar kan je zoveel in kwijt. Maar het is wel zonde om dit weg te doen. Maar ik denk toch wel dat ik dat graag wil. Douche. Ja, het zou ook tof zijn om er nog een douche bij te doen. Want je kan makkelijk met z'n tweeën douchen. Maar het is ook al een regendouche, dus dat hoeft niet. Kijk, en die buizen gaan er dus dan niet uit. Want in de badkamer komt geen vloerverwarming. Een nette wc. Designradiator. We zijn er al bijna doorheen, joh. Licht uit. En hier dan. Hopelijk voor de wasmachine. Want ik heb liever mijn wasmachine hier dan beneden, als ik eerlijk ben. En dat is het al. Oh nee, beneden nog, natuurlijk. Het leukste gedeelte van het huis. Ja, ik wil dat ook. Dakterras. Ik wil eigenlijk heel stiekem daar niet een schuur zetten, maar een buitenkeuken. Maar hier dan lekker lounge set. Ramen gaan nog vervangen worden. We hebben een zonnescherm. Hier komt dan de bank. En de keuken is heel mooi. Deze koelkast hebben we er ook bij gekregen. Kijk wat er ook uit staat. Hey. Alleen deze ruimte vind ik ook een beetje zonde. Alsof je hier nog iets kan. En wat ik heel fijn vind is dat hier lades zitten. Maar ik kwam er net achter dat hier dus geen lades zitten. Dus wel hele diepe kasten. Maar dan moet je even goed kijken wat je hier zet. Want als je hier eten zet, dan verdwijnt het allemaal achter in de kast. En ik vond het dus juist zo chill. Dat je met lades het er zo uittrekt. Dus ik zou hier allemaal eten en zo willen zetten eigenlijk. Bestek. Is hier nog wat? Oh ja, chill. Ja, hier had ik me helemaal verheugd op het kijken in de lades. Moet echt nog ook wel een beetje schoongemaakt worden. Spatbord. Nou ja, dit is super mooi. Helemaal geen kasten in de hoogte. Dus daarom dacht ik ook, moeten we hier kastjes gaan bouwen? We moeten eerst even kijken of we het redden. En hoe minder spullen, hoe beter. Maar dit zijn dus allemaal geen ladekasten. Vaatwasser. Hier hebben ze denk ik een prullenbak. Misschien? Nee, niet. Ja, hier past geen prullenbak. Dus dit is wel net... Wat zouden jullie met dit doen? Net een beetje verloren ruimte, vind ik. Oh, misschien hier van die plankjes aan de muur. En dan hier misschien nog een hele mooie hoge kast waar we het servies in kunnen zetten, bijvoorbeeld. Dan moeten we eerst kijken hoe groot de bank gaat zijn. En weet je, misschien willen we hier nog wel een schuifdeur gaan zetten. Lijkt me heel mooi, maar we moeten ook qua kosten natuurlijk een beetje kijken. Want het gaat al behoorlijk wat kosten allemaal. En dan hebben we nog de eethoek. En hier hadden we ook echt geen idee hoe groot we nou eigenlijk kunnen gaan. En hoe groot de tafel we kunnen gaan doen. Want we hadden het plafond al bekeken, maar we denken dat het gaat toch niet passen. Want we willen het liefst met zoveel mogelijk mensen aan de tafel kunnen zitten. En zo'n mooie houten tafel. Maar hier heb je dus ook een bar, wat ik geweldig vind. Maar daar moet je ook rekening mee houden in de afstand. Dus, en dit gaat eraf. En dat is het. Ja, ik vind het wel heel erg geweldig hoor, nu ik hier loop. We gaan het zo mooi maken. En deze vloer gaan we er eens uithalen. Ik ben heel benieuwd. Echt heel leuk. Ik heb echt al zin om de keuken te gaan inrichten, maar dat moet ik niet gaan doen. We moeten het eerst ook schoonmaken. Hoe werkt dit dan? Oh. Vriezer dus niet met lades echt, maar is dit allemaal vriezer? Oh, wat grappig. En we kunnen er nu natuurlijk in. En volgende week beginnen ze met de vloerverwarming. Dan kunnen we er ook nog wel in, maar dan ligt er wel wat anders op de vloer. Dus dan moet je voorzichtig zijn met lopen. En dan de week erna komt het stuk erdoor. En de week daarna beginnen ze met de gietvloer. En dan kunnen we er een week niet in. Maar we kunnen dus tot de gietvloer, dus eigenlijk tot over een maand, kunnen we nog niks gaan verhuizen of hier naartoe gaan tillen. We kunnen natuurlijk wel wat dingen op de keuken zetten, bedacht ik me net.
Hier kan je van alles kwijt. Want als ik mijn hele kantoor beneden ga volzetten met dozen, kan ik daar nog niet beginnen met inrichten. Dus misschien kunnen we gewoon zoveel mogelijk dozen hier zetten. Maar ja, ik moet mijn huis uit voordat de gietvloer gelegd wordt. Dus ik ga nooit alles hier in de keuken kwijt kunnen. Dus we moeten gewoon beneden ook een beetje als stalling gaan gebruiken. Maar ja, komt helemaal goed. Er is meer ruimte dan ik had verwacht uiteindelijk ook om dingen op te bergen. Dus zoveel zin om alles lekker te gaan veranderen. Ik kom 5 minuten later boven en de vloer is er al uit. Bizar, het lag dus niet vastgelijmd. We hebben echt mazzel mee. Het enige ding is, hoe gaan we het wegkrijgen? Chill? Oh my god, dit is zo heftig. Kijk even wat hier gebeurt. Het leek te mooi waard zijn dat alles heel voorspoedig verliep, want we komen erachter dat de keuken op de vloer is gebouwd. Dus, hoe gaan we het eruit krijgen? Nou, ik ben helemaal happy. Nu ga ik even naar de winkel achter of wat anders doen. Ik ga even wat spulletjes halen, schoonmaakspullen, bier. Dat vind ik echt het leukste op aarde, naar de winkel gaan. Dan komt Mark zo weer terug en die gaat weer even helpen. En nou, ik vind het zo leuk. Ik heb hier echt... Ik denk dat ik het echt lastig vind dat ik nog een week moet werken, want je zit dan helemaal in de klusmodus al. Maar ja, op mijn werk wordt het ook nog super leuk, want ik krijg nog mijn afscheid. En echt voor de vlog een hele leuke periode en voor mij ook. Bestellingen wegbrengen, 1 minuut lopen. Nog niet eens denk ik, heerlijk. En hier heb ik al dozen neergezet. Oh my god, het is zo leuk. Ik ben helemaal blij. Ik heb boodschappen gedaan. Oh, ik heb het helemaal niet gefilmd. Ik heb allemaal spullen gekocht, wat eten, allemaal schoonmaakspullen. En nu heb ik mijn hele auto leeggeruimd en er zijn allemaal vrienden van haar aan het helpen. Heb jij dat allemaal gedaan? Ja, nee. Laat mij dan die andere trap doen. We hebben een beetje samen gedaan. Oh, ik ben niet zo sterk. We zijn vet goed bezig. Kijk, dit doen we. Ik heb geen kruk. Top team. Dit ding heb ik net bij de Action gekocht en het is echt... super handig. Ik ben een happy kiddo. Wij zijn allebei happy kiddo's. Terwijl in de vlogs merk je natuurlijk niks van haar. En als ik een foto met hem plaats, dan kijkt hij altijd heel ernstig. Dus jullie denken waarschijnlijk dat hij nooit blij is. Maar dat is hij wel hoor. Maar ik heb dat 2 foto's op Instagram geplaatst met haar erop. Yay. Superleuk. Dat ik dat soort bijzondere momenten wel lekker mag vastleggen met hem. Met zijn hoofd erop. Want dat vind ik wel heel leuk. Dus ja, dat vind ik leuk. Maar veel gedaan vandaag. En morgen heb ik een sollicitatiegesprek. Heb ik dit verteld? Nee, maar ik ben nu best wel gaar. Zoals je kan zien. Wat heb ik niet verteld? Ik heb trouwens eventjes lekker een vanillelikeur. Maar ik heb best wel veel. Ik heb een heel klein lijntje gezet. Daarom is het anders. Ik ga zo lekker in bad. Nu het nog kan, want dit nieuwe huis hebben we geen bad. Ik had in maart, ik heb het toch al verteld. Ik weet het niet, ik ga het nog een keer vertellen. In maart heb ik een sollicitatiebrief gestuurd. Ik had 3 of 4 open brieven gestuurd, want er waren er geen vacatures. En ik had echt een goede brief van ikzelf, en dat heb ik wel in die vlog gezegd, die dus vandaag online is gekomen. Maar ik kreeg daar niet echt reactie op. En ik zie dat deze wenkbrauw veel donkerder is dan die. Sorry daarvoor. Sommigen kunnen er heel slecht tegen. Ik ben afgeleid, sorry. Had ik eigenlijk geen zin om het te vertellen, maar ik weet dat als ik het nu doe, dan vergeet ik het en dan doe ik het niet meer. En ik vind het eigenlijk ook leuk dat ik weer een keer grijs aan heb. Super veel leuke reacties trouwens op de vlog. Van mensen die het de leukste vlog ooit vonden en zo. Ja, ik heb gewoon heel open alles gedeeld. Maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. Maar nu was het natuurlijk een soort van maart tot nu achter elkaar aan, een soort dagboek. Dus het is ook echt, ik vind het ook heel leuk dat ik dat heb gedaan. Ik heb dus 2 video's echt
best wel lange video's. Ik had ook voor meerdere versies kunnen kiezen, maar ik heb gewoon voor 2 video's gekozen. Die echt bestaan uit maandenlang materiaal, dus dat is wel heel leuk. In ieder geval, toen zag ik 3 dagen geleden opeens een vacature voor een van die scholen waar ik geen bericht op had gehad. En inmiddels ook natuurlijk gaan invallen, maar dat was een vacature voor 2 dagen voor verschillende groepen. Dus eigenlijk een soort invalwerk, maar dan vast invalwerk. En nou ja, zo kwam ik in contact. En toen zei ik, heb ik dus gemaild van, ik heb een brief gestuurd in maart, blablabla. Toen had ze echt iets van, oh, ik heb ze totaal gemist. En was zo enthousiast en ik ook. En ik heb vandaag in de auto op weg hierheen met haar gebeld. En het zou dan om 2 groepen, 3-4 gaan van een andere leerkracht. Dus op woensdag een 3-4 en op vrijdag een 3-4. En nu heb ik dus morgen om 15:15 een gesprek daar. Dus eigenlijk een sollicitatiegesprek. Morgen om 11:00 komt iemand van Gietvloerhuis komt inmeten. En om 15:15 heb ik een sollicitatie. Dan zaterdag komen mijn ouders helpen met klussen nog. Om even kijken hoe en wat. Maar de vloeren uithalen is al gebeurd. Alleen er moet nog veel meer gebeuren. En we moeten het heel netjes achterlaten. Want maandag komen ze de vloervorming doen. En verder, het was super leuk. We waren met heel veel. En blij dat het ook weer mag met corona. Nou, we waren max met 4 volwassenen tegelijk. Nee, 3. Nee, 4. Maar heel gezellig. En dat vind ik ook zo leuk. Er zijn vrienden die komen gewoon lekker. We hadden de sleutel nog niet. Of ze vragen al van, nee, kunnen we nu langskomen? En dat vind ik wel echt super leuk. Ik hou er wel van. Dus, dat was mijn monoloog. En nu gaan wij echt chillen. En ik ga in bad. Oh, ik ben echt heel blij. Het gaat zo'n leuke tijd worden. Gewoon zo'n leuk leven gaat het nu worden. Ik had wel een leuk leven, maar het wordt nog beter. Dus, bedankt voor het kijken. Tot nu toe. En doe je duimpje omhoog. En... De man die de gietvloer komt inmeten, belt net aan. Trouwens, vet chill, zo'n yoghurt is zo'n bak vol nadat ik yoghurt heb gehaald. Nou, hij is nu erboven bezig met haar, even aan het kijken waar de verdeler moet komen. Maar het is super chill, want hij komt ook de vloer gieten. Dus dat is wel heel fijn dat iemand het al alvast heeft gezien. Hallo, ik heb een vraag. Ik zit hier waar ik nu hier met zo. Zoek er meer. Of waar we de verdeler willen, maar ik heb geen idee, ik weet niet eens wat het allemaal is. Nou, we zijn aan het overleggen of alles misschien toch wat eerder kan en zo. En dit is Gerard. En die doet het gieten van de vloer. Ik ben super blij. We wilden dus eerst... Kijk, het regelen van de gietvloer was best wel gedoe. En ze zijn heel flexibel, dus dat is heel erg chill. Dus we konden steeds alles gewoon aanpassen en dan oké, is goed, is goed, is goed. Maar we kregen toen te horen van, oh, jullie willen plinten. Dan moeten we, de plinten kan je het beste doen voor je gaat gieten. Want dat is in ieder geval gewoon mooier. En daardoor was de planning echt 3 weken later geworden. Ook vanwege de stucadoor, want de stucadoor moet pas niet na de vloer komen. Want dan kan hij vlekken maken. Nou, allemaal dat soort dingen. En nu was dus Gerard hier, hele chille gast. En toen kwamen we tot de conclusie van, hey, als wij dit weekend gewoon hier alles schoon hebben en leeg... Dan zou maandag de vloerverwarming kunnen worden gedaan. Daarna maandagmiddag de plinten. En dan zou hij dinsdag kunnen gaan beginnen met gieten. Donderdag komt dan het proces dat je de mooie vlekken, of hoe je dat ook noemt, erin brengt en zo. En dan is hij vrijdag klaar. En dan kan de stucadoor gewoon daarna komen. En het enige wat we dan goed moeten doen is alles afplakken, zodat de stucadoor niet gaat knoeien. En dan zijn we gewoon volgende week, precies als mijn vakantie begint, is de gietvloer klaar. Dan kunnen we tenminste gaan verhuizen. Dan hoeven we alleen maar te gaan verven. Dus kunnen we gewoon dozen gaan neerzetten en anders konden we pas eind juli, iets van 26 juli, zou de gietvloer pas klaar zijn. En nu is de gietvloer dan 10 juli klaar ofzo. Het scheelt gewoon ruim 2 weken. Dus heel blij. Dus Gerard ging hier weg en hij ging meteen Mike bellen, de eigenaar. En hij heeft dus geregeld dat het kan. Dus super blij mee. En nu zijn we even bezig met kijken wat voor vuilcontainer we willen huren. Of hoe noem je dat? Puinig of vuil? Voor dit en zo. En ik heb dus vanmiddag een sollicitatie. Oh, dat was het al. Oké. Nou, ik was helemaal blij dat ik in 5 minuten iets heb losgekregen waar het tapijt aan vast geniet zat. En dan kijk ik bij haar. Hij heeft in 5 minuten al deze balkjes losgekregen. En ik... Alleen deze. Oh my god. Ik heb wel ontdekt dat ik niet een hele goede klus heb. Dat kan wel, maar beter bijvoorbeeld een bed in elkaar zetten. Dit is ook niet echt een handig gereedschap. Maar dat ding wat ik gisteren bij de Action heb gekocht is super handig. Ik ga er denk ik even nog een halen.
wat bouwdingen gekocht en even een kruk. Want dan kan ik even door mijn muur. Die muur hieronder is eigenlijk super mooi. Die muur die eronder zit is eigenlijk hartstikke glad en mooi. Misschien moet ik een joggingbroek gaan kopen in plaats van in mijn flaredbroek. Mijn lievelingsflaredbroek klussen. Oké, ready. Ik ben er 6 minuten van tevoren, dat is prima. Ook een beetje verpoeder opgedaan. Niks voor mij om echt niet heel voorbereid te gaan. Normaal heb ik echt wel alles doorgelezen. Maar ik heb de laatste tijd zoveel scholen bekeken. En dit is zo onverwachts. En ik was aan het klussen. Dus ik heb wel wat dingen opgeschreven. Van de buurman. Ha, zit echt al een uur met de buurman. Het klet is super leuk. Ik heb een pen en een blaadje gekregen. En ja, spannend. Ik ben benieuwd of het er allemaal lekker uitkomt. Omdat ik het niet heb voorbereid. Maar vaak ga ik veel beter op niet voorbereiden dan op wel voorbereiden. Dus... geen idee ook of ze echt vragen gaat stellen of dat ze gewoon kennis wil maken. Ik weet het niet. Elke sollicitatie is zo anders. Ik stuur net een heel uitgebreid verslag naar H en mijn ouders en zo, vriendinnen. Maar ik moet natuurlijk ook aan jullie vertellen. Nou, ik heb een baan. Zij was mega enthousiast en blij met mij. En ik heb er ook een super goed gevoel bij. Een hele leuke vrouw. 2 verschillende 3, 4, maar dus wel dezelfde groep. Dus dat is super fijn, want dan weet je gewoon hoe het werkt. Heb je alleen andere kinderen. Heel chill. Gewoon echt een directrice die ook iets heeft van als jij langer werkt omdat je dat... omdat je nog niet klaar bent, dan werk je langer. Ben jij klaar, dan kun je gaan. Dat is ook hoe het nu op mijn school gaat. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat je niet verplicht tot een bepaalde tijd daar moet zitten. Terwijl je eigenlijk al gewoon klaar bent. Als het maar goed gaat. Weet je wel, als je je werk maar doet. En ik weet dat ik dat heel goed kan. Dus, nou. Superleuk. Ik vind het heel leuk. Want op deze manier heb ik nog de vrijheid om ook op andere dagen in te vallen. Maar... heb ik toch ook voor 2 dagen in de week iets vast. Dat ik weet, hier ga ik naartoe en dat je de mensen kent en de plek. En dat je niet elke dag die onzekerheid hebt. En de school spreekt me heel erg aan. Ik werd helemaal blij van al die materialen die ik zag. Helemaal leuk, helemaal top. Heb ik een heel goed gevoel bij. En ik ben heel erg van als het goed voelt, gewoon lekker doen. En zij ook. Dus we hebben gewoon meteen iets gezegd van ja, je hebt de baan en wil je het? Oké, top. Ze had het ook aan het team verteld. Heel enthousiaste vrouw, echt helemaal leuk. Dus... fijn gevoel heb ik toch voor 2 dagen in de week gewoon een baan. Vaste baan en toch ook nog de vrijheid. Top, leuk, zin in. En nu ga ik lekker weer naar naar het nieuwe huis. Toen we het kochten dachten we dus volgens mij dat we bijna eigenlijk geen 1 muur hoefden te doen. Of gewoon er overheen stukken. Maar bij alles wat we eraf trekken komt er dus een soort van raar laagje onder vandaan. Waaronder dan weer de muur zit. Kijk, we waren dit eraan het afrukken. En daaronder... zie je dan dus weer dat raagje wat we overal zien. Waardoor we ineens alles eraf moeten krabben. Dat vinden we gewoon heel slordig als je hier overheen gaat stukken. En daaronder zit dus muur. Of dat dan gestukt is, denk ik. Nee, weet ik niet. En de slaapkamer. Kijk hoe lekker dit eruit ziet allemaal. Zo grappig. De slaapkamer zit dus binnen de pool onder. En dit heeft Hadel al afgehaald. Ik heb geschroefd, hij heeft eraf getrokken. Daar heb ik een mot vermoord. En daar ook. Dus het is nog wel veel werk, maar wel echt heel leuk. En sommige dingen gaan er heel makkelijk af. Ik ben benieuwd of deze leidingen nou ook worden weggehaald. Of dat deze naar beneden gaan en niet weg mochten. Hola, ik ben lekker op de gratis tour overgegaan. En allemaal dingen gratis aan het aanbieden, want ook al heb ik nog ruim 2 weken. Ik vind het toch niet zo chill om het risico te lopen dat mijn meubels niet verkopen. Dus ik heb net mijn kleed gegeven, echt net 1 minuut geleden aan iemand. Heel veel mensen reageerden op gratis, dus heb ik er uiteindelijk 5 euro voor gevraagd. En ik moet er zo een betaalverzoekje sturen. Ik denk echt boeiend. Ik vertrouw je wel, komt wel goed. Kleed is dus weg. Mijn kledingkast wordt zo gratis opgehaald. En ik ben gewoon lekker bezig hier. Ik weet ook toen ik met Ruben ging wonen hoe blij wij waren dat we gratis een bank ergens konden halen. Dus het is ook leuk nu ik gewoon het geld heb om mijn eigen meubels te kopen. Dat je mensen gewoon voor weinig of geen iets laat overkopen. Alleen met de bank heb ik het niet, want die is echt gewoon was echt wel duur en is echt heel mooi. Die wordt binnenkort opgehaald. Maar verder, ja, doe ik gewoon
chill. Helemaal bezweet. Het is 9:15. Mijn hele auto weer volgeladen. Ook met echt zware dozen in de stromende regen. Dus de dozen komen echt doorweekt aan. Maar ja, ik zet ze in het huis. Weet je, ik heb ook allemaal servies los in bakken gedaan. Maar ik til het erin zelf en ik til het er zelf uit. Dus het hoeft allemaal niet zo officieel. Maar lekker gevoel. Ik ben dus niet naar het huis gegaan. Maar hij heeft ziek veel gedaan met Mel en Bart en Mark. Echt geweldig. Echt bizar hoeveel ze gedaan hebben. Ik voel me dan schuldig. Maar hij zegt, ja, jij bent hier toch ook bezig. Nu hoeft hij ook niet meer hier te komen helpen met verhuizen straks. Omdat het of bijna niet. Dus dat scheelt ook. Ik voel me altijd schuldig, maar ik vind hier geen vrienden ook niet. Maar ik wil dus altijd met alles gewoon helpen eigenlijk. Maar vandaag was ik zo moe. Dat ik even het hier heb gedaan, dat is ook belangrijk. Ik ben zo zweterig. En ik heb 17 slakken gered. Gisteren heb ik ook al een slak gered. Maar die slakken kruipen dus de stoep over nu vanuit het gras als het regent. En gisteren had ik een slak gered. Die had een deukje in zijn huisje, maar hij kon nog wel leven. Het was nog wel volgens mij. Maar nu zag ik er weer een. Ik denk, oh, ik stap er bijna op. Ik kijk door. Ik denk, wow, 17. Dus ik heb ze allemaal opgetild en een stukje verder gezet. Maar ja, over een uur of zo zitten ze weer op die stoep. Maar ik vind het zo zielig, dode slakken. Ik vind slakken echt super schattig. Wat is het heerlijk om wat vroeger de deur uit te gaan als je niet hoeft te werken. Ik doe dat dus nooit. Het is nu 9:30. Voor mij is dat echt lekker vroeg. En omdat het zondag is, voelt het ook echt als 7:00 ochtends. Want er is niemand op straat. Ik hoor vogeltjes. Zonnetje schijnt, terwijl het straks gaat regenen. Heerlijk. En het is ook zo chill. Ik heb helemaal gedoucht. Even snel wat randoms aangetrokken. Ik maak hem nog eventjes zo op. En mijn auto is al gewoon helemaal ingeladen. En de dozen zijn wel echt verrot geworden door de regen. Maar dat boeit niet, wat ik al zei. Dat je gewoon in je auto stapt, het is al klaar. Ik heb al getankt, mijn auto is al ingeladen. Eten hoef ik niet, koffie hoef ik niet. Want ik heb mijn koffieapparaat meegenomen en eten ligt daar. Dus ik hoef gewoon bijna niks te doen. Dus gewoon 3 kwartier van tevoren lekker relaxed. En nu gaan en ik ben ook gewoon op tijd. Ik ben ook nooit op tijd en nu wel. Mijn ouders komen dus zo en ik ben gewoon op tijd en hij is er al. En ik vind het helemaal chill. Lekker. Echt veel heb ik al ingepakt hoor. Veel meegenomen zeg maar. Echt ook dingen die we nog helemaal niet nodig hebben. Gewoon... Mijn huis wordt steeds leger. Toppie. Mele, Blue staat onder de koffie. Ik ben zo gelukkig met dit huis. Hij is bij de praxis een bouwstofzuiger aan. Dus die heb ik nog niet gezien. Maar ik loop ze naar buiten. En er is nu al zon. Oh my god, daar hebben we gewoon van. Kijk, de zon staat nu al daar. Dus wij hebben volgens mij gewoon van 8 tot 6 zon. Niet normaal. Geweldig. Die rust. En hij heeft dus heel veel gedaan. Met vrienden van hem. Ziet er super goed uit. En de keuken ziet er nu echt niet uit. Maar ik ga even lekker ontbijten. Papa en mama staan aan de overkant. Helemaal enthousiast. Oh, dit is leuk, dit is leuk. Oh, wat handig, wat leuk, wat leuk. Echt super cute. Ik ga filmen als ze binnenkomen. Ja, ik denk neem maar een stoeltje mee, want het is best wel lekker weer nu. Oh, je hebt er gewoon 4. Lekker. Hallo. Oh, we hebben een fles gegeven. Welkom. Zo. Hier voor je fiets. Ik heb mijn camera aangezet. Ja. Nou, dit gaat natuurlijk, als er een lamp is, is het hier heel anders. En dit gaan we allemaal weg doen. Dat is super lelijk. Wat is lelijk? Dit rode. Paars rode. Wat gaan we doen dan? Dat is toch grappig. We gaan eerst helemaal wit maken. Hier willen we nog steeds die tegels. En dan moeten we gewoon mooie lampen. Boven? Ga je deze tegels niet laten liggen? Nee. Oh, en nu nog wel. Super joh. Ja, super mooi. Ik vind deze tegels wel leuk. Ook voor beneden? Alleen voor beneden. Oh echt? Ja. Maar hier is toch wat je die YouTube camera zo zou doen? Ja, dat is hier. Laten we even die stoelen eerst boven zetten. Dan heb ik mijn handen vrij. Moet je een stoeltje boven zetten? Ja. Hoeveel heb je hier dan 3 deuren? Is hier ook een wc of zo? Ja, dit is de wc. Oh, dit is de wc. Ja. Oh, en boven. Lekker. En hier is de achterdeur met de parkeerplaats. Oh, wat dit heeft vandaag gisteren allemaal met Mel hier gelegd. Oh, veel. Dat doet het toch netjes. Heel netjes. Dit is grappig. Ja, dus hier kunnen wij een van ons gewoon parkeren. Maar dit is wel van dit verhaal. Kan het zo juist? Ja, ik ga straks ook de auto hier weer zetten. Maandag komt er een bak. Die hebben we gehuurd. Het is best wel duur helaas, maar... Om het allemaal in te gooien en allemaal andere dingen. Als een container. Ja, maar we moeten eentje waar alles in mag. Dus die zijn echt 375 euro. Een hele hoge. Ja. Hé, maar dit is handig. Lekker, hè? Ja, maar ook als het regent en sneeuwt. En je... Geweldig, maar je loopt ook zo naar je auto. Niemand ziet dat je naar je auto loopt. Het is gewoon heerlijk, heel privé. Ja, maar ook uitladen. Ja. Ik vind het ook heel chill. Lekker is dit? Ja. Luxe, hè? Ja, heerlijk, hè? Voor de achterdeur.
En je loopt zo naar de winkel aan de voordeur en hier stap je zo je auto in. Zo. Ik vroeg of ze stoeltjes wilden meenemen, want dan kunnen we tenminste lekker zitten. Jij gaat zeker zeggen dat die wand nuttig is, maar die wil ik weg. Super. Ja, ik wist dat jij dat zou gaan zeggen. Maar... ja, nee, maar ik wil het open hebben. Dat maakt het zo krap, joh. Nee, mama. Nee, mama, dit is totaal onhandig. Ik ga wel allemaal wanden maken met kasten. Maar weet je wat je hiermee wint? Maar waarom zou je zo'n wand zetten? Ik heb toch helemaal niks toe? Ik vind het onwijs krap. Super krap. Nee, ik wil die wand weg. Oh, zou ik nooit doen. Ik wil gewoon mooie hoge kasten lekker over dicht trekken. Het is toch vet onhandig, zo'n klein ruimtetje om je orders te maken. Wow, dit is een hele dure lezing. Ik vind het echt niet handig. Charlotte, maar het moet praktisch zijn. Dan ga ik lekker ijskoffie maken, want we hebben ijsblokjes. Lekker. Ja, mama en ik zijn hier bezig. En het is echt, je ziet het al. Hier trek je het behang niet in lekkere grote lappen eraf. Irritant, hè, deze muur, man? Ja. Echt niet leuk. Hier zit een... overheen en daarom, er zijn zoveel rare dingen over elkaar heen gedaan hier. Weet je nog de laatste keer dat wij zo stonden bij een muur? Ja, bij mensen langs. Ja. Toen ik met D aan het daten was. Oh, ja. Borreltijd. De onderkant van de muur. Wat is hier gebeurd? Ouders blijven... zei ineens, we gaan nu Thais halen. Nee, India. Oh, India's. Ja, maar we hebben een soort. Oké, we gaan even de sour challenge doen. Ik heb het zelf bedacht. Straks gaan we er één in ons mond doen. En je moet proberen om geen spiertje te verrekken. Dus niet laten zien als er iets gebeurt. Of het is zuur of heet of wat dan ook. Dat je het niet laat merken. Dat is de challenge. Ik doe ook mee. We doen de Chubby Bunny challenge met de winnaars van de sour challenge. Chubby Bunny. Ik krijg me toch een lief berichtje van mijn klassenmoeder en moeder uit mijn klas. Ga ik gelijk even gebruik maken om jou enorm hartelijk te danken voor je inzet afgelopen jaar. Helaas hebben we weinig live momenten gehad door gekke coronavirus. Maar jouw rol en aanpak waren daardoor online en live nog belangrijker. Ik heb die enorm gewaardeerd. Het trainen van het brein met spelling, taal en rekenen is vast een kerntaak in groep 5. Maar het bijbrengen, bespreekbaar maken van de juiste waarden, enorme pesten en uitsluiten, de open gesprekken over gevoelens, de bloemetjes en de bijtjes en alle varianten zijn nog belangrijker. Je hebt onder andere deze topics besproken op een begrijpelijke en open manier en die hebben hopelijk een zeer goede basis gelegd hoe kinderen / we met elkaar omgaan. Bovendien heb je kinderen geholpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Je hebt ervoor gezorgd dat zich gelijk vanaf het begin veilig voelde bij jou, met enorme plezier naar school is gegaan elke dag. Je hebt positief doen groeien in het hem haar zijn. Ik wil even het anoniem houden. Mooie gesprekken gevoerd. Hem haar positief uitgedaagd. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, Charlotte. Heel veel geluk en plezier met haar. En dat je snel mag gaan settelen in Zoetermeer. En een school vindt die jouw vrijheid en vertrouwen en waardering geeft. Nog 2 dagjes en dan vakantie. Nou, zo ontzettend lief. Ik heb wel vaker dus echt super lieve berichtjes gehad van ouders. En ik wou deze toch gewoon eventjes delen. Want het is toch anoniem. Maar bizar hoe fijn ik hier weg ga. Niet normaal. Zo, ik ben eventjes naar mijn werk hierheen gereden, want ik wil eigenlijk de vloerverwarming gaan filmen voor jullie. Maar dat redden ze vandaag niet, dus dat wordt morgen, dus dat kan ik helaas niet filmen. Maar we gaan nu eventjes dit opruimen. Dit gaan we allemaal in de bak gooien. Deze. Ik zal tegen haar beter doen we die zakken er niet in, want dat maakt het heel vol, maar alle andere dingen wel. Dus en de plinten zijn vandaag gedaan. Ik zal het zo even filmen. De plinten zijn dus gedaan. Alleen deze moet er nog op, want dat kan nog niet. We hebben 12 centimeter plinten. We wilden eigenlijk 9, maar die waren niet leverbaar nu. Want we deden alles best wel laat. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, we hadden wat twijfeltjes. Ik was er niet bij, maar moesten we het hier een klein stukje doen? Moesten we het hier doen? Hier. Ha, is weer met een buurvrouw aan het kletsen, hoor ik. Wat ik echt heel chill vind, is dat ze gisteren dus de keuken hebben opgestapeld.
Want daardoor kan de gietvloer tenminste echt mooi gelegd worden. Noem je dat? Gegoten worden. Dus alles staat hier helemaal en met even net ingedekt. Daar staan de koelkast en de oven. En het regent wel af en toe, maar niet heel hard. En het staat gewoon compleet ingedekt. Dus ik ben heel benieuwd. Hier allemaal snacks voor de mannen. Dus top. Nee, daarom. Ik ben wel heel blij dat ik hierheen gereden ben. Al deed ik het in principe voor... Wow, die man lacht aardig. Al deed ik het in principe voor de vloerverwarming. Ik had echt maandag en dinsdag. Vandaag dinsdag. Maandag? Alleen maandag. Ja. Ik had echt een beetje... Oh nee, zaterdag en maandag had ik echt een beetje FOMO. Fear of missing out. Merkte ik. Ga jij maar. Want kijk, het is maar zo kort dat we eigenlijk echt nu moeten klussen in het huis. Want morgen beginnen ze met de vloer. Dan kunnen we een week niks doen. En dan is het stukken en dan zelf verven. Maar dan zit het er al bijna op. En ik vind het eigenlijk heel leuk. Ik bedoel, ik ben niet echt goed in alles. Maar ik vind klussen en dingen voor je huis doen heerlijk. En omdat ik dus een uur hier vandaan woon, was ik zaterdag even niet gekomen. Was ik gewoon mijn eigen huis aan het doen. En gisteren na werk was ik niet gekomen. En toen was hij dus met zijn ouders het huis aan het schoonmaken. En ik ben totaal geen stresspersoon. Maar ik had in de middag, toen hij mij belde om 5 uur en vertelde wat er nog moest gebeuren, had ik echt iets van, oh my god, je gaat niet redden. Regel nog even mensen. En hij had iets van, nee joh, ik red het prima, lekker laten. En dat was super irritant. En toen dacht ik daar nog van, ja, waarom ben ik gestrest? Het is echt een beetje FOMO. Omdat je dus eigenlijk... Niet omdat ik de controle niet heb, want ik ben echt geen control freak eigenlijk. Maar meer omdat je er ook gewoon zelf niet bij bent. En dat is denk ik waarom ik dat omzet in stress of zo. Ik weet niet of dit een boeiend monoloogje voor mij is. Maar ik vond het zelf wel een interessante zelfreflectie. Ik vind sowieso zelfreflectie super belangrijk. Ja, echt. Ik ben ook met kinderen zo goed mee bezig in de klas. Maar goed, ik dwaal af. Ja, en nu was ik hier dus vandaag. En... Oké, teleurstelling, ik was hier niet om de reden waarom ik hier wilde zijn. Maar toen dacht ik, boeiend. Weet je, ik had nu dan ook op de heenweg hier naartoe met een collega gebeld. Dus dat maakt het al veel chiller. Maar ja, dan rij je 2 uur. Maar over een paar dagen werk je daar niet meer. En binnenkort woon je daar niet meer. Dus dat hoef je nooit meer te doen, die afstand. En daardoor ben je wel bij gewoon de belangrijke stappen van je huis. Daardoor heb ik nu met hem lekker die bak leeg gegooid. Heb ik gewoon gezien hoe de plinten zijn. Heb ik weer wat verhuisdozen kunnen inladen. Ben je gewoon weer in je huis. Want we willen allebei vet graag in ons huis zijn. Ik vind het echt geweldig. Het is echt een geweldig huis en we voelen ons super goed allebei. Dus dat is top. Dus ja. En vandaag kon ik hem ook permitteren qua mijn werk. En vrijdag heb ik een afscheid voor mij, zeg maar ook. Dus dan wil ik misschien weer niet komen. Want dan heb je al best wel een drukke dag. Maar als ik donderdag weer wil komen om even naar de... Nou ja, dan mogen we er niet echt in. Maar al wil ik de vloer bekijken en weer wat in de onderste verdieping laden. Dan doe ik dat gewoon. Lekker boeiend dat je 2 uur aan het rijden bent, weet je wel. Nou ja, heel lang gesprek, maar het is gewoon niet leuk om de stappen te missen voor je eigen huis, merk ik. Dat is gewoon, vind ik niet leuk. Ik zou ook nooit alles alleen maar willen uitbesteden en het dan niet zien of zo. Dat voelt gewoon niet leuk. Je wil gewoon zien welke stappen er zijn gezet om je huis te maken tot wat het is. Dus dat. En ja, dat was het. En ik ga niet bij haar slapen, want ik ga gewoon even lekker naar huis. 9:30 ben ik pas thuis, maar ik slaap dan daar net wat lekkerder. En dan kan ik morgenochtend gewoon even op de fiets naar mijn werk en zo. Dus, goodbye. Iets wat ik probeer te verkopen raakt verkocht, letterlijk. Alleen mijn kleed, die gratis was. Verder heb ik nog niks verkocht, hè. En ik ben al lang bezig, echt best wel balen. Zet ik mijn koelkast erop. Voor 40 euro zitten mensen al 60 te bieden. En iedereen, ik wil hem. Weird. Echt balend. Dingen niet verkopen, verkocht raken. Zelfs gratis niet. De tijden zijn echt niet meer wat ze zijn geweest op Marktplaats, hoor.